Op deze tweede dag van de 40 dagen tijd willen wij over twee broers nadenken, Kaïn en Abel. Adam en Eva hadden drie zonen, Kaïn, Abel en Seth. Kaïn betekent speer in het Hebreeuws en de naam Abel betekent vluchtig of adem of vergankelijkheid. Kaïn is boer en Abel is schaapsherder. Beiden brengen een offer aan God. Abel kiest daarvoor het mooiste dier van zijn kudde uit. Kaïn kiest als offer iets uit zijn oogst. Uit jaloezie doodde Kaïn zijn broer omdat God Abels dieroffer wel aannam, maar het offer van Kaïn, een deel van de oogst van het land, niet. Het bloed van Abel verwijst in het Nieuwe Testament naar rechtvaardigen die onschuldig gestorven zijn. God ondervraagt Kaïn waar zijn broer is, waarop deze antwoordt met: ben ik mijn broeders hoeder? Om zijn daad wordt Kaïn door God vervloekt en gedoemd tot zwerven. Hij trekt naar het land Not, ten oosten van Eden. Not is echter Hebreeuws voor zwervende. Later stichtte Kaïn een stad, de eerste die in de Bijbel genoemd wordt en die hij naar zijn zoon Henoch noemt. Verder brengt God op Kaïn een teken aan, zodat niemand hem kwaad zal doen. Kaïn stierf in het jaar 931, dus één jaar na zijn dood van zijn vader. Abel laat een lege plaats achter bij zijn moeder Eva. Als zijn jongere broer Seth geboren wordt, is hij voor Eva het kind dat God geeft in de plaats van Abel. In de Bijbel wordt Kaïn tot een waarschuwing tegen de zonde en de gevolgen ervan. Het bloed van Abel daarentegen staat symbool voor alle rechtvaardigen die onschuldig gestorven zijn. Het Nieuwe Testament verwijst op verschillende plaatsen naar het bloed van Abel. Laat ons bidden. Rechtvaardige God, U heeft de mens geschapen om een rechtvaardig leven te leiden. Wij bidden voor alle rechtvaardige mensen die onschuldig gestorven zijn. Help ons om een rechtvaardige wereld te scheppen. Amen.